Maar we gaan zo eerst even naar de dierenvoedselbank. De kipragoe. Ja. Van een bepaald winkel, hè? Ja. Zo, gefeliciteerd met je verjaardag. Zullen we dat eerst even gelijk zeggen? Dank je. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag 30 december 2021. En het is nu 2:10 in de middag. En Roderick is jarig. Maar we gaan zo meteen eerst even naar de dierenvoedselbank. Daarna ben ik van plan om zijn cadeautjes even te gaan verstoppen. Dus dan moet hij in de slaapkamer. En dan mag hij ze gaan zoeken. En dan bij de... grootste gaan openen, denk ik. Of juist en bij de kleinste. Dat weet ik nog niet. Maar ben je benieuwd naar deze vlog? Ik zou zeggen... Klik even gelijk hier beneden op het abonneer-button. Doe het belletje aan. En doe gelijk een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Deze is een gloednieuwe vlog. Ja, ik moet even wat aan jullie bekennen. Want ik weet niet of jullie het al zien aan de vlogs. Maar ik heb dus namelijk een editor gevonden. Ja. Sinds gisteren, volgens mij. Eergisteren speelt het eigenlijk al. En hij is dus vandaag eigenlijk voor het eerst een video aan het maken. En ja, omdat deze hele pandemie er is, wil hij ook wat doen. Dus ja, we gaan het kijken hoe hij het doet. En ik denk wel dat als deze online komt, dat hij het al wat vaker heeft gedaan. Maar hoe vinden jullie zijn vlogs? Ik laat hem ook even in deze video even zelf voorstellen. Dus deze video gaat hij ook editen. Ja, helemaal top. Alleen dat weet hij zelf nog niet. Maar ik wel. Hey, dat is leuk. Mag je lekker zelf gaan editen. Dus ik zou zeggen, kijk even goed naar mijn video's en naar zijn video's. Via zijn video's, hoe hij het edit beter. Ik zou zeggen, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog voor hem. Want hij heeft het ook wel verdiend. Ja, precies dat. Een hele goede middag, dames en heren. Ik ben Niels, ik ben 30 jaar oud en vanaf nu ga ik dus de vlogs van Karin en Roderick ga ik bij deze editen. Dus ik wil jullie heel veel kijkplezier wensen en ja, verder hoop ik dat jullie heel veel plezier hebben in de vlogs. Dat is een lekkere leed. Koekjes krijgen. Ja. Sorry hoor. Zag je dat nou? Ja, ik zag het. Nou, nog één keertje. Lekker leed. Nee? Koekje krijgen. Zo. Dat was lekker. Zoals jullie zien zit ik even lekker alleen in de auto, want Roos zit nou niet naast me. Maar dat maakt niet uit. Maar Roos even zijn spullen aan het inleveren, want dit was een vaste locatie hier achter mij. Dus het is niet leuk, maar dat nog eens een keertje nog een keer op zijn verjaardag om alles in te leveren bij je oude vaste plek. Dat is niet leuk, nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ik heb het ook wel... te doen met hem, moet ik zeggen. Nou, dus ik heb ook gezegd van neem lekker je tijd om even afscheid te nemen. En dan zie ik je gewoon straks. Dus ik was even lekker een spelletje aan het doen. Ik, nou, anders hebben we heel weinig weer gevlogd vandaag. Hè, vanzelf is niet handig. Nope. Dus ja, wat gaan we allemaal vandaag doen? Zo meteen. Sowieso nog eerst even naar de jumboot. Dan naar huis. Dan mag Ro zich naar de slaapkamer transporteren. Ja, dat mag Ro sowieso. Even naar de slaapkamer. Dan ga ik cadeautjes pakken. Dan ga ik het verstoppen. En dan mag je het gaan zoeken. Dus dat wordt nog leuk. Ja. Dus wat leuk. Wat gezellig. Oh, leuk. Ik heb er zin in. Ja. Dus ik heb er gewoon zin in om dus zijn cadeautjes te verstoppen. Eens een keer op een andere manier in plaats zo te gaan geven. Net zoals vannacht. Afgelopen nacht. Gisteren wat je hebt kunnen zien.
En ja, we gaan het meemaken straks. Dus hoe blij hij gaat zijn met zijn cadeautjes. Ben je benieuwd? Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Dus tot zometeen als we bij Dumbo zijn. Hey, ja. Wat is er, schat? Ik ben niet helemaal. Moet je wel even duidelijker praten, schat? Ik snap het niet helemaal. Wat en wat begrijp je niet? Nou, de kipragoe. Ja. Van een bepaald winkelmerk. Ja. Het is nog wel in blik, maar niet vers. Maar hoe wil je verse ragout hebben dan? Ja, dat weet ik ook niet. Als je met een bakje aankomt, dan gaat het even inscheppen en dan gaat het afdrogen. Ja. Of hoe zit dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dus, ik ken het uit blik. Dus. Dus inderdaad, dus wat ik begrijp wat, en wat jij niet snapt, dat, en dat ze dus wel nog in blik hebben, maar niet meer vers. Ja, maar hoe moet je vers hebben dan? Dat weet ik ook niet. In de ragout die ik ken, die je in de winkel kan kopen, ja, is in een blikje. Ja, precies. Is toch handig dit? Is toch leuk? Ik kan niet snappen, maar dit zal... Nee, niet. Nee. Nee, ik ook niet. Maar, nou, weet je wat het is? Kijk, Ro, die wil heel graag namelijk deze hebben. Maar die verkopen ze in deze Jumbo dus helemaal niet meer. Maar wel nog in een andere Jumbo. Ja, dat is geen gewone Jumbo hier. Nee. Speciale Jumbo, waar ze dingen niet hebben. Nou, dat is toch handig? Heel groot filiaal, maar hebben ze het niet. Nee, precies. Jammer. Ja. Ze hadden heel veel andere dingen. Ja, ook dat. Ja, een hele goede middag alweer mensen. Het is nu, zoals je ziet, 5:10. Ik ga nu de cadeautjes pakken. En dan ga ik het zo meteen samen met jullie verstoppen voor Ro. Ik weet al een aantal wat plekjes. Ik heb Ro al naar de slaapkamer gestuurd. Dus ik ga de cadeautjes pakken. En die breng ik, ik ga gewoon met jullie even pakken. Ik denk dat het handiger is. Dus tot zo. Gaat goed! Niks aan de hand! Die had ik eigenlijk al wel verwacht. Geef niet, maakt niet uit. Beetje mezelf een beetje verraden, denk ik zo. Een beetje opvallend daar. Ja. Gefeliciteerd, schat. Gefeliciteerd, schat.
Gefeliciteerd met je verjaardag. Nee, zeker toch. Gefeliciteerd. Hoort je het erop? Nee hoor. Gefeliciteerd. Nee. Oké, okay, schat. Ga jij eerst maar even je handen wassen. Helemaal goed. Dan ga ik even met je mee. Dat was eigenlijk nog niet helemaal de bedoeling, namelijk. Dus dan mag je weer even zo meteen terug naar de woonkamer, want dit was niet helemaal de bedoeling. Ja, maar dit was niet helemaal de bedoeling gelijk. Dat geeft niet. Ja, dat geeft wel. Dan moet ik ook weer zitten knallen. Nee, je mag even weer even en naar de woonkamer, gewoon even daar naartoe. Zo, gefeliciteerd met je verjaardag. Zullen we dat eerst even gelijk zeggen? Ik zal gelijk even, even wat meer licht creëren. Ik heb een aantal wat cadeautjes verstopt. Ja, die mag je eerst gaan zoeken en ik ga achter je aan. Ja, en als je ze hebt gevonden, leg je ze eventjes op en op de salontafel. Als je alles hebt, en dan volgen de volgende instructies. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Gewoon zoeken. Ga je gang. Ja. Nee. Nee, dat is het niet. Schat, gewoon. Schat, ik heb luxe cadeaupapier eromheen. Die zilveren met goud. Die ja. Dus daar moet je op letten. Nou, dat niet. Hier en hier en hier ben je koud. Zal ik... Nee, daar niet. Je moet gewoon echt even... Schat, mag ik heel even? Deze hoef je niet... Nee, los. Alsjeblieft. Nee, of niet. Ga maar gewoon met... Gewoon zelf gewoon zoeken. Met je ogen gaan gebruiken. Je bent hier redelijk warm. Redelijk. Ja, en daar net ook wel, maar... Gaan we eerst gewoon zoeken. Gewoon zoeken. Zoek, gij zult vinden. Niet vragen, zoeken. Waarvoor heb jij je ogen? Om te gaan zoeken. Oké, hier ligt. Hier heb ik iets gevonden. Ja, dat is één. Waar lag die? Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan weet ik ongeveer. Ja. Ik heb het niet ergens in de kast van deze hier. Je weet het nooit bij mij. Ik heb nog niks vinden. Hoe gaat dit? Ik zou zeggen, doorgrond goed en goed alles in huis. Gewoon vooral, ja, gewoon goed zoeken. Je bent warm. Nee, en je was net warm. En nou ben je koud. Nee. Nee. Dat is goed, lekker. Je was net warm. Hier. Nee. Nee.
Weekbaar. Oh hier. En de rest van de twee mag je zelf gaan zoeken. Ik ga je nou niet meer helpen. Er zijn er nog twee in huis. Ja. Goed nadenken. Waar en waar zullen dingen in kunnen? In. Op. Nee, daar en daar is het ook niet. Maar je was net wel warm. Nee, niet en niet daar. Je bent er al 3 keer voor langs gelopen. 1, 2, 3, 4. Nee. Nee. Ja. Dus dat is 1. Ja, oké. Okay. 2. 2 keer, sorry. 2 keer ben je er langs gelopen. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga en ga zoeken, kijken. En niet alle scenario's doen, maar gewoon zoeken, kijken. Nee, nou. En het is een groot pakket, groter als dit. En het is verstopt. Ja. Nee. En je denkt te moeilijk. En je hebt al sowieso aan het object gezeten. Nee. Wat was het toch met drinken? Oké. Okay. Ja. Mooi. En dan mag je naar de achterkamer. Ik ga je een beetje helpen, een beetje. Je deed net... Nee. Deze achterkamer. Je ging net ergens voelen met dit. Was je warm? Nee. Is niet... Je gaat mijn stok afblijven. Nee, maar je was behoorlijk warm. Voor de rest ga ik echt niks meer zeggen. Je was heel warm. Het kon je bijna bijten. Verstoppen. Dat is verstoppen. Ik weet niet of mensen me kunnen zien. Nee, even. Je moet toch kijken. Wacht even. Kom staan eens. Daar sta je. Oh, ik zie nou niks. Wacht even. Nee. Nee. Doe maar gewoon op tafel. Sorry. Nee, gewoon hier op de tafel. Zo. Even een beetje opruimen. Staan we zo weer bij je terug. Oké, schat. Er liggen een aantal X-cadeautjes voor je neus. Ja, die had je al gehad. Ja. Dat heeft met een aantal pakketjes te maken. Ja, ik zou zeggen... De volgende... Luister even. Ja. Die eerste... Die na die komt, gewoon eigenlijk trapsgewijs en dan van beneden naar boven. Nee, het is beneden voor jou. Ja, dus die mag je als eerst open gaan maken. Zo.
en zo. Er zit plakband op, schat. Ja, daar zit nog eentje. Geen idee wat het is, maar goed. Het is geen paar sokken, denk ik. Dit wordt zometeen allemaal later duidelijk, denk ik. Dat moet je erin houden. Een luier? Nee, en dat moet je erin houden. Oké. Erin houden. Dat is weer dicht houden. Een kussentje misschien. Nee. Een zonnetje of iets dergelijks. Nou mag je het tweede van openen. Nee, doe me gewoon daar, dat maakt niet uit. Het kan breekbaar zijn, ja. Als je hem laat vallen en dan is hij kapot, ja. Oh. En als ik mijn wekker heen geslapen, dus dat klinkt goed. Een tweede wekker. Klokradio, helemaal goed. Top. Ja, stond. En dat stond op je verlanglijstje. Ja, zo'n digitale radio. Ja. Nou. Radio. Even kijken. Aansluit kabeltje. Nog meer kabeltjes. Een antenne kabeltje. Lekker compact. Straks hebben we eens een kappertje aanpakken. Is wel lekker compact. Ja, dat is ook en ook degene die je wou, op je verlanglijstje. Oké, okay. Dat is wel goed. Dus. Maar gelegen op de verkeerde tijd. Nou. Ja, maar de koekoek. Dat is een sticker en dat weet... Oké, dat is het. Ja, dat is een stickertje en dat weet je. Ik heb nog batterijtjes in. Ja, als je op reis gaat en je hebt geen stroom. Een batterij is over. Dus, je mag met de volgende cadeautje beginnen. Nou, anders zet je hem even hier aan de zijkant. Kan ook. Hup. Nou, de ene laatste. Oh, ja. Nog zo'n ding? Prutsplakband de hele tijd. Je moet niet alles helemaal openmaken. Dat kan niet. Dat kan met de kopjes. Ja, dat weet ik. Dat is wel wat vis. Het is heel erg handig straks. Als je naar de vorm kijkt, aan de andere kant.
driehoekje. Ja. Nou, pak de laatste maar uit. En dan moet dat hierbij zitten. Pak de laatste maar uit. Ik ben benieuwd wat dit nou weer is. Het is iets zacht met harde dingen eraan. Weer van dat plastic met van dat vulpapier. En als dat er omheen zit, dan kan het ook dus breekbaar zijn, hè? Hou daar rekening mee. Ja, maar even weer kijken. Hier een stuk papier in. Het is er eruit aan. Het plakt overal. Nou, daar zit en daar zit niks meer in. Oké, een stuk papier. Zie je wat dit nou weer is? Kan het ook al uit de pak komen? Het wordt allemaal bij elkaar? Nee. Ik vond het gewoon leuk. Is het een beetje? Jawel, schat. Gewoon even openmaken. Rustig aan. Easy. Er zit degelijk wel wat in. Knoopje? Nee. Voor iets. En pak even jouw telefoon met je zaklampen bij. Oh, hey. Die. Daar heb ik een andere kleur verwacht. Hoe weet je daarvan? Die komt van een televisieserie. Ik had eigenlijk een andere kleur verwacht. Is je wel gaaf? Ja. Alsjeblieft. Zo dan. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar wat is dit dan allemaal? Dat ga ik je zo uitleggen. Nou, dat kan ik je nu uitleggen. Die zwarte, schat. Als je dus in de auto gaat zitten, ja. Kun je dus hem naar je toe halen. Zit je ook niet iedere keer met dat ding? Oh, dat kan je daar. Ja, die zwarte. En dan deze, dat kun je dan hier doen. Dan is het lekker zacht. Dat kan je hier doen. Maar dit dan? Ja, die zat erbij. Ik weet het ook niet. Die zat erbij. Ik weet het ook niet, maar die zat erbij. Dus hier moet je dus die gordel doorheen doen? Ja. Yep. Dat is voor hier, voor bij je nek. Ja, voor hier dan? Ja. En dan dit die... Is dan... Voor. Dan, en dan is die. Zo, dus. Dat denk ik wel. Moet je dit toch losmaken? Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet dat. Die niet, dus. Nee, ja. je kan het zo dan even uitvogelen in de auto. Ja? Ja? Oké. Okay. Maar met welke ben je alles blij? En dat is gewoon wat meer praktisch, omdat ik weet en dat je iedere keer met jouw gordel zit te hannassen. En dit is een, ja, en door André, zeg maar, dat en dat hij dat zei. En toen zei je van, ja, maar dat is wel handig voor mij. Ik denk, nou, dan moet ik die ook gewoon gaan halen voor je. Deze zilverkleurig verwacht me. Dus vinden jullie deze video niet leuk? Ga dan vooral deabonneren. Hoe zei je dat?
Vinden jullie deze video niet leuk? Ga dan eventjes unsubscriben, niet abonneren. Laat een leuke reactie achter waarop de commentaar staat van wat we eraan kunnen verbeteren. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen om het toch te liken. Zegt je? Ja. En laat even een reactie achter, zou ik zeggen. En vergeet niet te abonneren. En kijk liever op een ander kanaal.